Een zeer goede avond, dames en heren. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes, hier live vanuit Den Arenberg. Mijn gast vandaag is niemand minder dan de geweldige Michael Van Peel. Hallo. Is voor de radio dit? Ja, het is podcast. Hè? Oh shit, ja. Oké. Okay. En we hebben een titel gekregen, Michael. Ja. Er was eens een eenzame pastoor die blijkbaar niet zo eenzaam was, want hij had ook een koorknaap en die waren samen op wereldreis. Ja, enfin, titel vind ik een beetje raar, de headline. Dat is vooral van die een eenzame pastoor die met die koorknaap op wereldreis ging. Ja. Ja. Bekend verhaal, hè. Vaak verteld in de familie. 1984 schrijven natuurlijk. Sandra Kim net Eurovisie Songfestival gewonnen. Ja, Jamie. Ja. En ja, had zich bekeerd tot koorknapendom dan. Ja. En mensen weten dat niet, die is toen ondergronds gegaan, omdat hij voor het vele succes even wat tijd voor zichzelf nodig had. En ja, het was dat. Of naar de Zoo van Antwerpen gaan. En uiteindelijk is ze dan toch op wereldreis gegaan. Liever, leek haar logisch. En ja, wat pakte dat mee? Een eenzame pastoor. Hè? Want anders zit je ook maar alleen op wereldreis. Chef was echt een eenzame pastoor. Die was al 60 jaar pastoor. Ja, maar die was niet mee. Karel was mee. Chef was zijn broer. Chef van Maria, die dan nog in de tijd met de coiffeur... Ja. Sorry. Het was de Karel. Karel, maar die trok wel keihard op de chef. Die trok wel op elkaar. Ja, dat waren tweelingbroers, dus ja, die trekken wel op elkaar. En die waren alle twee wel eenzaam. Just stating the obvious. Ja, niet met elkaar, hè, want het waren tweelingen. Dus. Ja, maar het moet juist zijn. Just Karel just. Ging mee, die koorknaap dus, op wereldreis. Dat was de eenzaamste van de twee, ja. De eenzaamste van de twee gingen samen op wereldreis. Ja, die wist dan eigenlijk niet dat je mee was, maar die was toevallig ook telkens op dezelfde plek als waar Sandra dus de koorknaap was. Dus eigenlijk technisch waren Sandra de koorknaap. Ja, niet samen, maar ja, de facto wel eigenlijk. Ja. En dat is eigenlijk de essentie van dit verhaal, dat is waar het over gaat. Hun reis begon in Zaventem op een vlucht van Sabena toen nog. Sabena, onze 1984. Nationale vliegtuigmaatschappij. Ja. En ze vlogen samen naar Zuid-Amerika, dat was hun eerste stop. Ja, klopt. En ze stopte eerst in Guatemala. Was dat toen al Guatemala? Ja, dat was toen al Guatemala. Nee, dat was al Guatemala, dat is juist, ja. Want er was natuurlijk net een... Revolutie de grote revolutie geweest. Die ontstaan was door de invasie van killerkonijnen in Guatemala in 1983, jaar ervoor. Daar was de hongersnood uitgebroken, omdat heel veel echte konijnen waren kapot gemaakt door die killerkonijnen. Die hadden de macht gegrepen. Je weet dat wel, je weet hoe konijnen zijn. Hè. Ja, heel gevaarlijk. Geeft ze een wuttel en ze willen een banaan, bij wijze van spreken. Hè. En dus toen kwam hij eraan om eigenlijk de blijde boodschap te verkondigen, hè, van J'aime la vie. Ja. En ze stapten uit de vlieger en al die killerkonijnen zaten ook al klaar op de vlieghaven van... Van de hoofdstad van Guatemala. Van de hoofdstad van Guatemala, hè. En de Karel stapt uit... Guatemala-stad. Ja, Guatemala-stad. Dus dan later hebben ze dan een andere naam gegeven, hè. Guatemaltica. Juist. Ja. En de Karel begint direct zijn blijde boodschap te verkondigen. Ja, dat was vervelend, hè. Want het ging over Sandra Kim natuurlijk. En hij begon ook in het Spaans. Direct het J'aime la vie in het Spaans te zeggen. J'aime la vie. Nee, amo la vida. J'aime la vie. Te amo la vida. J'aime la vie. J'aime la vida. Gemelabi. Het was goed genoeg, de konijnen verstonden het. De konijnen waren mee, de Guatemalitanen niet meer, want die waren allemaal opgevreten door killerkonijnen. Maar dat doet er eigenlijk niet toe. Met die blijde boodschap zijn ze verder getrokken door Zuid-Amerika. Dat is geluid van een killerkonijn dat aandacht gaat luisteren. Ze zijn van Guatemala naar beneden. Naar het zuiden. Onder Guatemala. Onder Guatemala, Honduras, Nicaragua. Ja. Juist. Wacht, nee. Dat was mee te voet? Nee, en dan in Brazil en... Dus het zuiden van Guatemala zaten ze? Ja, helemaal het zuiden van Guatemala. De grens niet over. Want het is eigenlijk nog Midden-Amerika, nog niet echt Zuid-Amerika. Ja, maar ja, 1984 was dat Midden-Amerika. Ja, dat waren andere tijden toen. Dat was Zuid-Amerika, nu is dat Midden-Amerika. Maar goed, ergens in Amerika alleszins, daar zitten we nu. Goed. En die blijde boodschap van ik hou van het leven, begonnen ze daar door, dat begon rond te reizen, dat begon er helemaal rond te gaan. Ja. Wat wel vervelend was natuurlijk voor Willy Sommers, die destijds ook probeerde een carrière te lanceren in Zuid-Amerika. Willy Someros. Amerika, Zuid-Amerika. Guillermo Someros, dat was zijn bijnaam, Guillermo Someros. Ja. Sombreros. Die kreeg je een voet onder grond in Zuid-Amerika door de Karel met Sandra. Met Sandra en de Karel eigenlijk. Niet omdraaien. Nee, ja, dat was jammer. En uiteindelijk is hij zijn heil gaan zoeken in het Nederlandstalige lied. En daarom zitten wij er nu mee opgescheept. Dat is eigenlijk een beetje de origin story van Guillermo Somert. Nu, ze zijn niet alleen in Zuid-Amerika gebleven. Ze hebben heel de wereld gezien. Maar vooral Zuid-Amerika. Vooral Zuid-Amerika. En ze zijn aan een tijd teruggekomen met een heel belangrijke boodschap voor iedereen.
Ja? Ja, ja, zo is het verhaal. Allee. En die boodschap was? Enorm inspirerend. Hè? Ook al zette eenzaam. Die spandoeken die toen mensen... Ja, die stonden op s'avond te wachten. Ja, 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 spandoeken. Ja. Van, alsjeblieft. Alsjeblieft, dat is een boodschap. Goed gezegd. Van achterover veel. Stuurt ze terug. Of nee, wat? Die boodschap ging als volgt. Grenzen dicht, vol is vol. Hè? Ah, nee, die stonden er niet van. En nog altijd gons diezelfde boodschap. Door het internet. Door het internet en het politieke leven op deze moment. Juist, in Guatemala. Maar ook in West-Vlaanderen. Dus wat is een lang verhaal kort te maken. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat de meeste rechtse racisten gewoon eenzaam zijn. Ja. Slaap lekker. Just.